little closer, stay a little longer. Now the gang is gone, put some records on. Kevin Ayers werd geboren op 16 augustus 1944 in Herne Bay in Kent. Maar hij bracht een groot gedeelte van zijn jeugd door in Maleisië. Als hij 12 is, gaat hij terug naar Engeland, maar kan daar niet meer aarden. Als hij 18 is, stopt hij met zijn studie en gaat hij ronddolen op het vasteland van Europa. In 1964 gaat hij terug naar Engeland en vestigt zich in Canterbury. Hij voegt zich bij de popgroep The Wildflowers van Robert Wyatt. The Wildflowers maken nooit platen en gaan in 1967 uit elkaar. Dan gaat Kevin Ayers naar Mallorca, waar hij een aan de LSD geraakte miljonair ontmoet, die wel geld wil investeren in een popgroep. Zo ontstaat de Soft Machine, die dan bestaat uit Kevin Ayers, Robert Wyatt, Mike Rutledge en David Allen. Ze gaan de studio in voor een opnamesessie, die voortijdig wordt afgebroken. Later verschijnen deze opnames nog op de LP's At the Beginning en Jet Propelled Photographs. Dan verlaat David Allen de band. Het overgebleven trio maakt in 68 de LP Soft Machine. My mask is my master, the trumpeter weeps. But his voice is so weak, as he speaks from his sleep. Ze gaan toeren met Jimi Hendrix. Maar het wordt Kevin Ayers te veel en hij verlaat de groep. In 1969 verschijnt Ayers' eerste soloalbum, Joy of a Toy. Op deze plaat doen onder andere de leden van de Soft Machine mee. In 1970 vormt hij de band The Whole World met onder andere Mike Oldfield. Hiermee maakt hij de LP Shooting at the Moon. Deze eerste twee LP's verschijnen in 1975 op een dubbel LP. What will you dream of tonight, Lady Rachel? What will you dream of tonight? Who will you dream of tonight, Lady Rachel? Who will you dream of tonight? Na een korte tournee valt The Whole World uit elkaar. De groep doet nog wel mee op de in 1972 verschenen LP Whatever She Brings, We Sing. I walked into this bar and the man refused. He said we don't serve strangers in loose weight shoes. We don't give credit and we don't give way. We have to think about what the people might say. You know what I mean? I said, sure, man. In 1973 verschijnt Banana Moore. In 1974 verschijnt de LP Confessions of Dr. Dream and Other Stories. My head was cloudy but the sky was blue. And I didn't feel lonely till I thought of you. Didn't feel lonely till I thought of you. No, I didn't feel lonely till I thought of you. Op deze LP doet Ollie Halsall mee, die tot zijn dood in 92 met Ayers blijft spelen. Ook in 1974 verschijnt de liveplaat June 1, 1974. Op één kant staat Kevin Ayers. So I sing for everyone. Feels there's no way out. Or maybe if you all shout, someone will hear you. Listen to them shout. En op de andere kant staan nummers van John Cale, Nico en Eno.
In 1974 speelt Kevin Ayers ook mee op de LP Lady June's Linguistic Leprosy van Lady June. In 1975 verschijnt de LP Sweet Deceiver. That's me and I'll show you the light. I've got the answers and they're alright. Cause I'm divine and you can be the same. What's my name? Ruba-na-na. 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 You Ruba-na-na. What's my name? Ruba-na-na. Deze plaat flopte. In 1976 verschijnt het album Odd Ditties. Deze plaat bestaat uit B-kanten en nummers die bij de platenmaatschappij op de plank zijn blijven liggen. I wasn't very smart, because I let you take my heart. Now I just have to start again, once again. Deze plaat doet het verrassend goed. Ook in 1976 verschijnt de LP Yes, We Have No Mañanas, So Get Your Mañanas Today. De liedjes op deze plaat zijn melodieuzer en eenvoudiger. Who wants to shake with a snake? Oh, who wants to shake with a snake? Who wants to shake with a snake? Who will help a simple ladder to be happy, to be gladder? Oh, who wants to shake with a snake? In 1978 verschijnt Rainbow Takeaway. You say you like my hat. Oh, but you never say that you like me. Or something nice like that. What about me? What about me? What about me? What about me? Is it just an envelope that you can see? Na deze plaat verhuist Ayers naar Zuid-Spanje. In 1980 verschijnt de LP That's What You Get, Babe. Money, 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 where does it go? Down in some bottomless ditch. Oh, money, 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 guess you all know. Your money goes back to the rich. La-di-da, your money goes back to the rich. In 83 verschijnt Diamond Jack and the Queen of Pain. Give me a little bit. Deze plaat is in Spanje opgenomen met voornamelijk Spaanse muzikanten. In 1985 produceert Ayers de LP van Starving Marvin en de Paranoid Androids. Working for success, 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 success. Playing for God's best. Oh, go ahead, son. Living with a stress. Happiness. Cleaning up this mess. Yes. In 1986 komt de LP Déjà Vu uit. En in datzelfde jaar As Close As You Think. What do you do when you lost the feeling? Nowhere to go, you reach the ceiling. Right back on the floor. No window, no door. Everything's closed. Oh, only heaven knows. In 88 verschijnt de LP Falling Up. Kevin Ayers blijft nog platen maken tot aan zijn dood. A lot of things.